Kijk, weet je, God wou u verrassen vandaag. God wou laten zien hoeveel hij van u en van uw kinderen houdt. Pijn gaat weg hier is nou. Alle pijn die in deze knie zit. Als ik niet werk, kom ik jullie opzoeken. Ik weet niet waar je woont. Maar het is gewoon weg. Ja. Wauw, wat vind je ervan? Echt mag ervaren dat God van je houdt, dat God echt is. En dat je dat nu voelt in Jezus' naam. En dat je gewoon aangeraakt wordt door de liefde van God. Amen. Yes, ik ben hier samen met Jefta in de auto en samen met Micha. En Jefta en ik, wij gaan zo de straat op. En waar gaan we de straat op, Jefta? De Bijlmer in Amsterdam. We gaan daar mensen over Jezus vertellen en op straat, dat doen. Yes, we gaan het Koninkrijk van God zien uitbreiden in de Bijlmer vandaag. En genezingen. Genezingen, wonderen, yes, amen. Yes, we zijn nu in de Bijlmer in Amsterdam. Ik ben 9 jaar. We gaan op straat over Jezus vertellen en wonderen meemaken. Wat een geweldige tijd hebben we hier in de Bijlmer, samen met Jefta, samen met Giel die vandaag filmt. Super dankjewel Giel. Even samen wel. Ja. Hoi, ja nou even zo. Yes. Nou dit is Jefta. Jefta en ik zijn met een project bezig. Ik heb ook mijn eigen YouTube kanaal. En hoe heet jij? Ryan. Nou ik ben Samuel. En heb jij, eerst een gekke vraag, heb jij toevallig ergens pijn in je lichaam? Rugpijn, nekpijn? Dit moment niet. We zitten op twee sports, street dance en op vliegen. Jefta is heel goed in de wereld van God. Voor andere mensen. Ja, nou. Ja. Zit duidelijk op de ja. En wat je aan hebt, een kreeg, je zit een pad voor de prijs. Je bent soldaat van de voorstel. Ja. Soldaat van God. Wauw, dus jij ziet hem als een soldaat van God. Ja. Super tof. Maar er is gelukkig God die veel van mensen houdt, die super veel van jou houdt. En die wil ook tot ons spreken in Jezus' naam zegenen jou. Dat jij God ervaart op dit moment. Dat je liefde ervaart, dat je onze kracht ervaart van God tot mij. Dat je ervaart dat God van jou. Dat mensen daarom ook graag met jou omgaan. Dat ze zeggen van wat is dat toch met jou? Jij hebt altijd zo, je lacht altijd. Ik geloof dat je ook gewoon altijd goede grappen hebt. Dat mensen gaan een stuk om jou, om jouw humor. En God is daar blij mee. Even leuk met Brian net gebeden en woorden van God over me uitgesproken. Hey Jefta, wat vond je ervan? Super tof. En hopen dat we jou zo hebben kunnen zegenen, Brian. Ja. En wat we doen, we bidden voor mensen. We zien mensen gewoon in één keer genezen. Dus een pijn, gewoon weg. Ik moet het geloven. Ja, nou je gaat het beloven. Ja, oké, nou. Pijn gaat weg hier is nou. Alle pijn die in deze knie zit, dus weet je wel. Ivaio. Van deze Ivaio. Dat al die pijn uit zijn knie en zo verdwijnen. Niks. Als het niet werkt, kom ik jullie opzoeken. Ik weet niet waar je woont. Nou, ik weet wie mijn God is. Nou, wat gebeurt er? De ene gang, het is niet helemaal weg, maar het is wel minder last. Ja, ik zei eerst de eerste keer toen ik was, voelde ik een soort van gekraak in mijn voet. Deze pijn gaat nu helemaal weg. De God is niet van jou aan. Ja, maar, kom maar. Ik zie je. Ivaio, hè? Ivaio. Nou, kom bij Jefta. In de naam van Jezus. God van je houdt, omdat Jezus voor je gestorven is, op deze aarde gekomen is 2000 jaar geleden, om iedere ziekte te verbreken, om jouw leven te geven in leven en overvloed, zeg ik in Jezus naam, knie, pijn in de knieën, weg in Jezus naam, dat je gezonde knieën hebt, dat je knieën het jarenlang heel goed zullen doen, en dat je er nooit meer last zult van hebben, in Jezus naam, amen. Nou, test nog maar eens. Jezus. Kan ik rennen. En? Wat is het? Het is helemaal weg. Is het helemaal weg of? Ja, helemaal niks meer. Nou, je hebt daar. Dat is tof, toch? Ja. Maar het is gewoon weg. Ja. Wauw, wat vind je ervan? Apart. Ja man. Apart. Ik heb nog nooit iemand aan mijn knie zien gaan en een gebed
Weet je, er zijn mensen op deze aarde, God op deze aarde gemaakt. Het is een beetje problemen zoals corona, oorlogen, weet ik veel allemaal. Ik denk dat zij gewoon de zaak meteen volgeschoten. Ja, maar ze heeft daar nu pijn aan. Ja. Nou, mag ik voor jou bidden? Cool. Nou, wil je ook op de stoel gaan zitten? Op het bankje gaan zitten? Welke teen heb je last? Deze teen. Nou, je hebt daar. Mag jij doen. Ga jij het maar doen. Leg maar je hand op haar voet en veel de pijn maar weg te gaan. Pijn gaat weg. Al die teenpijn, wat er is, al die pijn op de teen, gaat weg in deze. Yes, nou kun je maar kijken, gebeurt er wat? Is nog pijn? Oké, okay, nou kun je nog een keer bidden? Yes. Ook pijn uit de teen gaat weg in de naam van Jezus. Yes, in Jezus' naam. Amen. Nou. Het is weg. Helemaal weg. Ja? Helemaal niks meer? Wauw. Ja? Dankjewel. Nou, dat is... Ja. Misschien nog nooit meegemaakt zo. Nee, helemaal. Ja, maar dat is een God die van u houdt, die van uw kinderen houdt. Die aarde gemaakt, hè? U kent het verhaal. Weet je, God wou u verrassen vandaag. God wou laten zien hoeveel hij van u en van uw kinderen houdt. En dat hij nog steeds dezelfde is, dat God voor u zorgt. Ik ook in lastige periode, hij is er. Ja, dat klopt. Super gaaf. Nou, de jongen die zijn verdwenen. Oké, okay. Nou, dankjewel. Ik zoek God.nl en gewoon meer informatie over wat God is. Ja, oké. Okay. Tik hem aan, Jefta. Wat was dat gaaf, zeg? 200 in één keer. 200 in één klap. Oké. Nou, vond je dit nou een leuke video? Like dan deze video. Druk op de abonneerknop, druk op het belletje. Ding, 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 ding. Als eerste mijn nieuwe video's ontvangen. En leuk, dank voor het kijken.